Vandaag aan tafel drie mannen die allemaal iets te vieren hebben. Bart Siemerink, directeur van de Keukenhof. Het park bestaat 70 jaar. Hoe gaat hij dat vieren? Zanger Ben Kramer is terug met een nieuw liedje over mannen op een bepaalde leeftijd. Is dat iets om te vieren? En de Leidse schrijver Robert van Oorschot heeft een tweede druk te pakken van zijn debuutroman Droog. Dat lijkt me wel iets om te vieren. U kijkt naar Frits. Dag dames en heren, fijn dat u weer kijkt naar de wekelijkse talkshow van Omroep West over kunst en cultuur, politiek, ondernemen, entertainment en sport. Kortom, welkom bij Frits. Vorig jaar wisten 1,4 miljoen bezoekers, voornamelijk toeristen, de weg naar Lisse te vinden. En misschien worden dat er dit jaar nog wel meer, want de Keukenhof bestaat 70 jaar. Prachtige plaatjes, Bart Siemerink, directeur van de Keukenhof, welkom. En gefeliciteerd uiteraard. Ja, dankjewel. Ja, 70 jaar. Betekent dat dat het extra gevierd wordt? Elk jaar is Keukenhof weer een feestje om te gaan vieren. 10 maanden dicht. En dan ineens is het weer voorjaar en dan mogen we weer. Afgelopen week weer geopend. En 8 weken lang gaan we weer aan de hele wereld laten zien hoe mooi de bloemen uit Nederland zijn. Vooral de tulpen. En als je dat voor de 70ste keer doet, dan mag je dat best ook met een knipoog doen naar dat verleden. Ja. En daar hebben we denk ik een leuke invulling voor gevonden, want we hebben als thema Flower Power gekozen. Ja. Waarbij we toch een beetje terugkijken naar de jaren 70. Dat vinden we een beetje een leukere, positievere manier om terug te kijken naar het verleden dan alleen maar op je lauweren rusten en tevreden zijn wat er de afgelopen 70 jaar gebeurd is. En ik zei 1,4 miljoen bezoekers. Verwacht je er dit jaar dan ook nog meer? Ja, dat is altijd spannend, dat weten we niet. Voor een deel van het weer. Internationaal gaat het heel goed. Mensen kunnen makkelijk reizen. Economie in de wereld draait goed. Dus afgelopen jaar hadden we meer dan 1 miljoen buitenlandse toeristen. We hebben 1,4 miljoen bezoekers waarvan ongeveer 80% uit het buitenland komt. Ja. We mogen er gewoon van uitgaan dat het er weer heel veel worden. Ja. Hoeveel precies, dat weten we echt op de laatste dag pas. Ik hoor het al. Je wilt niet op een aantal zitten. Ik moet voorzichtig zijn, maar want als het slecht weer wordt, dan is het een beetje minder. Okay, maar goed, dan kan je niet zo. Maar je gaat uiteraard voor die 1,4 miljoen. Zeker. En misschien zeker, nog wel zeker iets meer. Ja. Mijn tweede gast is het creatieve brein achter de strip De Ziel van Leiden. En achter de 3 oktober adventskalender. Zijn roman Droog is zijn jongste creatieve meesterwerk. Robert van Oorschot, welkom. Dankjewel. Schrijver, leuk. Ja. Tweede druk zelf, zei ik net al. Ja. Dus nog succesvol ook. Maar je bent toch van origine helemaal geen schrijver? Nee, dat klopt. Je bent organisatieadviseur. Ja. Vertel. Ja, wat te vertellen over organisatieadvies. Waarom gaat een organisatieadviseur schrijven? Nou, dit zit in me. Ik heb een bepaalde vorm van creativiteit die ik ook heel goed in mijn organisatieadvies kan gebruiken. Het gaat erom, vooral bij organisaties, om het werk leuker te maken door middel van allerlei innovaties. En daar is creativiteit een heel belangrijk onderdeel van. En ik heb die creativiteit ook in me. En elke keer als ik iets bedenk, dan moet het ook gebeuren. En zo was het ook met deze roman. Er kwam een idee en dat idee heb ik uitgewerkt en vervolgens tot een roman volbracht. Ja, ja. Nou, die roman gaan we er straks natuurlijk uitgebreid over. Zeker. Samen met zangers Mike Mendel en Jacques Herp heeft mijn derde gast de handen ineengeslagen en een nummer opgenomen. En dat nummer gaat over mannen op een bepaalde leeftijd. Daar zijn de mannen in hun beste jaren. Ja, zo romantisch, we lezen en ervaren. Wij kunnen praten, zijn ook heel goed in het zwijgen. En als je lief bent, kun je alles van ons krijgen. Wij zijn de mannen waar vrouwen naar verlangen. We brengen het torso om even aan te hangen. Wij zijn bescheiden en gaan vaak undercover. Een mix van
Ja, Ben Kramer, welkom. Dankjewel. De mannen waar vrouwen naar verlangen. Had je niet gedacht, hè? Nou, dat zijn mannen van een bepaalde leeftijd. Maar welke leeftijd is dat dan? Dat is toch leeftijdloos? Dat heeft niks met leeftijd te maken. Oh. Gewoon, ja, je moet het liedje als een vette knipoog zien. Ja, een hele vette knipoog. Dat maakt het ook leuk. Een klein vet knipoog. Oké. Maar dat doe ik met te zeggen dat... Als je in de schijnwerpen staat, dat maak je vaak mee dat de mensen enthousiast zijn. En zeker vroeger natuurlijk. Maar het wordt geacht dat als je de 65 gepasseerd bent, dat je achter de geraniums gaat zitten. Dat is dus absoluut niet het geval. En wij treden nog zeer regelmatig op in het land, den landen, moet ik zeggen. En dat was toch een hartstikke leuk liedje om eens te laten horen en te zien van mensen. Kijk, we zijn er nog steeds en we moeten ze nog steeds van ons afhouden. Ja. Dat is een leuke grap. We liggen nog steeds goed in de markt. Helemaal. Ja. Wanneer bedacht je dat? Hoe is die samenwerking ontstaan? Nou kijk, de tekst heb ik geschreven. Het is een liedje, oorspronkelijk is het een liedje uit Duitsland. Dat in 2010 ergens een goede hit geweest is. Mike Mendel, oftewel Mark van de Heuvel, de man van die onder andere in die studio ook alles opgenomen heeft en die ook zingt. Ja. Zingt ook op deze versie. Ja. Die kwam met het idee om van, zullen we niet die drie mannen in Nederland die dit zouden willen doen? En waaronder hij zelf natuurlijk, het was wel een vereiste dat hij dit ook ging doen, begrijp ik. En Sjaak Herp en ik, die heeft benaderd. En toen heb ik gezegd, ik wil het wel doen, maar dan moeten we toch wel een tekst hebben die geen vertaling is, maar een hertaling. Oftewel, het is geen vertaling uit Duitsland, integendeel. Want de eerste twee zinnen die ik geschreven heb is... herinneringen blijven naar de clown, nu is hij dood. En komt Sjaak Herp en ik, maar Manuel lag voor dood, meer dood van leven dit grote. Ja. Dus dat heb ik expres gedaan. Ja, dus is er meteen verwijzing naar jullie carrière, de grootste hits eigenlijk. En dat is door een journalist, is dat een paar weken geleden in de krant gezet als ode aan Pierre Cardin. Dat was het dus niet. Oh, niet? Nee, het zijn wel de liedjes die Pierre geschreven heeft in 1971. Ja. Want het was 71. Een jaar voordat de Keukenhof opging. Hè. Ja. Hadden wij al een hit. En in ieder geval... dat was een leuke flashback. En voor de rest heeft het lied dus die inhoud die je dus net vertelde over de mannen die dus, waarvan die zeiden, de vrouwen moeten van ons afhouden, want we zijn nog steeds helemaal top of mind. Ja. Je zegt wel, die eerste zin gaat meteen over de clown. Ja. Nou kennen we jou van heel veel nummers, maar de clown is denk ik toch wel de bekendste nog steeds. Het hoort bij, hè? Ja. Ja, het hoort bij. Vind ik niet erg, hoor. Vind ik niet erg. Nee, dat lijkt me fantastisch toch, als je zo niet hebt. Het liedje... Vorige week was het nog op tv, zelfs in het nieuwe programma Even Tot Hier. We hebben een soort satire opgemaakt op de verkamervinkjes. Want zing je het zelf ook nog wel met plezier? Of? Nou, zeker wel. Ja, ja. Tuurlijk wel, jawel. Maar als ik optreden in de landen doe, wat ik al zei, wat ik steeds doe nog steeds, dan moet dat er wel bij. Dat wordt wel eigenlijk geëist. Ja, precies. Anders mag je nog niet weg. Net zoals Jacques Herfst en Manuela moet zingen. Bedoel, dat dunkt zich, dat is een grote hit geweest, hoor. En dat overleeft, dat gaat door die tijd heen. Dat worden evergreens eigenlijk, zo moet je het zien. Ja, ik weet nog dat Harry Jekkers, die zat hier aan tafel. En als die niet O.O. Den Haag zingt, dan mag hij ook de zaal niet verlaten. Ik zag jullie zo staan met z'n drieën op een rijtje. Ja. Ik dacht, worden dit de senioren toppers? Ben je gek? Nee hoor, dit is gewoon, zoals ik al zei, een eenmalig iets. En mocht het nou echt helemaal te gek worden en een succes worden, dan gaan we misschien nog eens nadenken om te kijken of er een vervolg kan komen. Maar zoals het er nu naar uitziet, is het een eenmalig iets. Hang het op een kapstok wat je maar wil. Maar nogmaals, dit is gewoon een leuk liedje. En dan moet je niks bedenken. Het is nog niet zo lang uit, maar hoe is het ontvangen tot nu toe? Goed, heel goed. Ja. En wordt dat dan vooral herkend door mannen van bepaalde leeftijd? Of zijn het juist de vrouwen die zeggen, nou, je verwoordt precies... Je pakt de koe bij de horens. De vrouwen die zeggen, die reageren vaak van, goh, wat leuk. En als we hem dan zingen, dan is het echt van, dat doen ze expres natuurlijk. Hè. Dat hebben ze op die film gezien. Maar dat maakt niet uit. Het is gewoon een leuke grap. Ja. Nou pak ik natuurlijk elke gelegenheid aan om het te hebben over het Eurovisie Songfestival. Ah. Zeker omdat we weer op weg zijn naar het Eurovisie Songfestival. Dat is in mei. Mm-hmm. 14 en 16 de halve finale en 18 de finale. Ik vertel het je maar even voor het geval je dat nog niet had meegekregen. Daar ben ik ook geweest. En jij hebt natuurlijk ook meegedaan. 1973.
Ja, jullie waren er nog niet eens. Ik denk dat ik heb zitten kijken als peutertje. Ja, ja. En daar heb je hele warme herinneringen aan natuurlijk. Nou, ik was toen 4 of 5, dus ja. Die zullen nog niet zo heel warm geweest zijn. Maar ik denk dat de liedjes uit die tijd, die kan ik zelfs beter meezingen dan de liedjes van tegenwoordig. Van tegenwoordig. Dat blijft toch wel hangen. Nou, dan gaan we even oefenen, want we gaan even kijken. Door de straten, over pleinen klinkt dat ene lied. Die melodie zal nooit verdwijnen, oh, al ken je hem niet. Eenzaam zijn nu al zijn dagen, niemand die hem nog kent. Hij speelt op zijn accordeon en denkt aan hoe het eens begon. Het leven is nu grauw en grijs in de straten van Parijs. De muzikant. Ja, de oude muzikant. De oude Toen muzikant. Kon ik niet bevroeden dat ik het inmiddels ben, maar ja. Ik ja. zong over de oude muzikant. Geschreven door Pierre Gardner, inderdaad. Ja. Ook alweer Pierre Gardner. Ja. 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 En dat was in de tijd dat je je haar nog niet grijs verfde? Is er iemand in de zaal die Frits kan verwerken? Het is langzaam maar zeker. Ik werd toen al grijs. Maar is dat je eigen kleur? Want het is echt bijna. Het is zo zwart dat je bijna denkt. Ja, het is nou, effect. Ja, dan moet, het is natuurlijk een oude opname. Dus het, ja, ja, dat helpt. Maar daar bedoel ik mee te zeggen van de kleuren die. Maar nee, inderdaad. Ik kom met haar. Gelukkig heb ik nog steeds haar. Ja, zeker. Maar het is dus helemaal bijna wit geworden. Ja. 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 Hoe was dat, 1973 meedoen aan het Eurovisie Songfestival? Nou ja, dat is natuurlijk gigantisch als je voor je land uitgekozen wordt. Ik was de enige die dus in de voorronde ook de enige bleef. Ik moest 5 liedjes zingen en dan mocht het publiek er een keuze uit maken. Ja. En het werd dan dit liedje. En als je daarna gaat dat de Clown in 1971 een grote hit was, verbaast het natuurlijk niet dat dit liedje uiteindelijk naar het Songfestival ging. Maar het zit een beetje in dezelfde kleur, ja, in dezelfde sfeer. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het gegarandeerd succes zou kunnen zijn internationaal. Omdat dat is toch eenmaal zo. Internationaal kent men je haast niet. En dat weet je nooit. Ja. Je weet het nooit. En je moest nog in het Nederlands zingen? Ik moest in het Nederlands zingen nog toen. En er was ook echt een orkest bij. Ja. Het was echt een podium waar je stond. Als je ook dat hele liedje ziet, zie je dat er maar 1 camera-shot is. Ja. Vanaf de zijkant. Ik bedoel, geen tussenshots of wat dan ook. Nee. Echt niet. En dan krijg je het eindapplaus, dan weet je helemaal niet wat je ziet. Er zitten een stelletje mensen in de zaal, die zijn al bijna dood. Ja. En is het afgelopen. Aan tafeltjes. Ja. Ja. En dat is het dan. Ja, echt. Hoe anders dan nu? Anders dan nu. Ja. Volgen jullie een beetje Eurovisie Songfestival? Heb je daar überhaupt iets mee? Nou, dat is zo'n groot evenement, dat volgt volgens mij iedereen al. Of je nu wilt of niet, volg je dat. Voor de televisie, knabbelhoutjes. Dat is al zich delen kijk ik zeker, want het is heel lang. Maar het theater van tegenwoordig vergeleken met in de eerdere jaren, dat het echt nog om het liedje en de muziek ging. Ja. Ik denk dat het in die tijd eigenlijk veel leuker was dan dat je tegenwoordig zit te kijken. Want het is nu de meest wonderlijke act. Breng met de bek niet op. Ja. En dat is gewoon zonde. Ja, het is een... Natuurlijk, nou is 3 jaar geleden, er komen limits met iedereen dacht, dat doet niks. Maar de manier waarop het geregistreerd werd, waarop de televisie kwam, daardoor kwam je er doorheen. En het is natuurlijk ook televisie. Hè? Ja. Ja. Volg jij het? Kijk je dan? We hadden net over peuter. Ik denk dat toen ik voor het laatst mijn Hans Sopje aan had, dat ik echt gekeken heb. Ja. Het boeit me niet zo heel veel. Maar dit jaar heb ik het nummer gehoord wat vanuit Nederland gaat. Ja! En dat vond ik echt wel heel mooi. Dus ik krijg dan opeens van die neigingen dat ik dan voor ons ben en het wel heel leuk vind. Ja, dan krijg je juist... gaan we ook weer beter, dus nu gaat het opeens weer. Ja. Ja. Laten we even luisteren naar het nummer van dit jaar, de inzending van Nederland, Duncan Lawrence. Loving You is a Losing Game van Duncan Lawrence. Ben, je kijkt erbij. Is dit niet jouw muziek? Het is een mooi liedje. Dat is absoluut vooropgesteld. Het is een mooi liedje. Het is een mooie film erbij gemaakt. Ik heb toch mijn vraagtekens bij de eindklassering. Ja? Ja, maar je moet zo zien. Wij worden ermee doodgegooid in Nederland op dit moment. Ja. Maar het publiek wat hem straks voor het eerst gaat zien, althans op de bühne, want het lijkt me erg veel water wat ze nodig hebben als ze het zo laten zien. Misschien dat ze het projecteren. Op de bühne.
op de bühne moet hij het daar brengen. En ongetwijfeld zal hij glaszuiver en scherp zingen. Ja. Maar het is geen liedje meer. Nou, als je hem voor de eerste keer op meteen in je kop blijft zitten. Hey, maar dat is tegenwoordig ook niet zo. Nou, dat zeg ik. Zo, daar ben ik van de oude stempel. En die liedjes bleven er wel in zitten toen. Ja. En dat is nu veranderd. En daarna ben ik zo benieuwd. Maar goed, dat zeiden we 3 jaar geleden ook. Voor de Common Limits zeggen we ook, dat wordt niks. Nou, dat werd tweede. Tweede, ja. En nogmaals, het is echt een mooi liedje. Maar ik heb echt mijn twijfels met het van die boekmakers. Vind ik ook zo mooi, hè? Ja. We staan één op de boekmakers. Ja. Mag ik even een flashback geven, dames en heren? 1973, toen ik meedeed. Ja, ik moet het even zeggen. Ja. Ik stond bij de boekmakers 5. Had je ook een boekmaker? Okay. Ja, en ik werd... Bent u er klaar voor? Nou. 14e. Ja. En dan had ik nogmaals zullen, maar we waren 16 deelnemers. Kun je nagaan? Ja. Dus je werd eigenlijk 3e, maar dan veranderen. Ja, oké. Dus jij wil maar zeggen, ja, die boekmakers, dat zegt ook niet zoveel. Nee, zegt mij helemaal niks. Nee. Echt niet. Ik bedoel, het is nogmaals het is een wonderschoon liedje. Maar of er nou echt een liedje voor een songfestival is, daar heb ik mijn twijfels bij. Bart? Graag in het Nederlands. Ik vind dat we een beetje trots moeten zijn. Laten we gewoon Nederlands taal. Ja, dat maakt niet uit. We geven ook geen punten aan Bosnië als Bosnisch. Maar we hoeven ook niet. Kijk, zingen. Winnen is leuk, maar misschien is meedoen nog wel belangrijker. Maar dat we allemaal dit soort standaard liedjes krijgen. Winnen. Ja, dat ben ik deels met je eens, maar we profileren ons daar op een wereldpodium. En dan staan we allemaal internationaal te doen. Mag best een beetje trots zijn op eigen land. Dus wat mij betreft gewoon Nederlands, hoor. Ja, oké. Okay. Maar dat doen we dan volgend jaar weer. Volgend jaar, als we gewonnen hebben. Als je hoopt voor hem dat hij wint, dat ben ik echt. Ja. En ik denk wel top 5, dat wel. Maar echt winnen? Ik weet niet. Maar ik heb de andere liedjes ook niet gehoord, hoor. Maar dit blijft bij. Als je het één keer hoort voor de eerste keer. Rusland is een grote concurrent. Die hebben ook goed. Dat wordt gezegd, ik heb het niet gezien. En die heeft al een keer eerder meegedaan ook, maar goed. Ja. Dit geheel terzijde allemaal. Bart. Bloemen. Ook leuk. 70 jaar Keukenhof. Ja. Wat is het geheim van het succes van de Keukenhof? Ja. De bloemen. Kijk, het is heel simpel. Iedereen heeft iets met bloemen. Ja. En wij zijn het enige land in de wereld die gelijk verbonden worden... Dat gelijk verbonden wordt met een bloem, met de tulp. Iedereen in de wereld, en ik zeg iedereen, dat chargeer ik natuurlijk... maar heel veel mensen weten, Nederland is het land van de tulp. De grote bloeiende velden met alle kleuren. En eens in je leven wil je dat gezien hebben, daar wil je bij geweest zijn. Ja. En dat blijft gewoon de kracht. En wat we met elkaar de laatste 70 jaar gedaan hebben... is dat gewoon heel goed neerzetten in de wereld. Dat hebben we uitvergroot. Daar hebben we hele mooie programma's omheen gemaakt. Cateringprogramma's. We hebben het gecombineerd met muziek, met cultuuruitingen. Reisindustrie is goed ontwikkeld. Ja. En alles bij elkaar heb je dan dat typisch Hollandse plaatje. Beetje anders. Het moet elk jaar anders. Ja. Het moet elk jaar nieuw, met nieuwe trends, nieuwe mode. Maar ook met nieuwe evenementen eromheen. Want 70 jaar hetzelfde doen, dat werkt natuurlijk niet. Nee. Maar de basis is echt nog steeds waar we ooit mee begonnen zijn. In 1949 kwam een clubje bollenkwekers op het idee om een tentoonstelling te gaan maken. En dat was zo'n succes. En we doen eigenlijk sinds die tijd hetzelfde. Alleen een beetje professioneler en groter. Ja, ja, want jij bent nu 7 jaar, directeur van die 70 jaar. Ja. Kan jij vertellen, wat is er dan in die afgelopen jaren toegevoegd of veranderd? Ja, ik denk dat we 2 grote slagen hebben gemaakt. Eén ervan is dat Keukenhof is 8 weken per jaar open. Maar we zijn natuurlijk volledig afhankelijk van de natuur. Ja. Wat we veel beter vandaag de dag doen, vergeleken met een paar jaar geleden... is dat we ook helemaal aan het begin en aan het eind van het seizoen van onze openstelling... dat we heel veel bloemen hebben. Ja. En dat lijkt heel simpel, maar als het buiten koud is... dan zijn er weinig bloemen. Dus dan moet je heel veel maatregelen nemen. En vanuit de Nederlandse tuinbouwsector kunnen we natuurlijk heel veel dingen bedenken om dat te doen. Want dan ga je dat, dan ga je dat een beetje beïnvloeden. Want ik weet nog, vorige maand, begin februari, toen kwam opeens van alles uit. Het was een mooi weekend. Frits, het gaat dit jaar maar helemaal... Maar dat moet voor jou horror zijn, of nee, niet? Dat gaat helemaal volgens het boekje dit jaar. Wij willen graag in februari een beetje warmte. Okay. Want we gaan altijd zo rond de 20e maart open. Dit jaar gingen we 21 maart open. Ja. Als er dan al kleur is in Keukenhofpark, maar ook een aantal bollenvelden op kleur zijn... dat is natuurlijk voor de bezoekers die dan komen heel erg leuk. Ja. Maar ik kan geen enkele garantie geven een jaar van tevoren dat het een warm voorjaar is. Voor hetzelfde geld ligt er een pak sneeuw. En dan heb je bij Keukenhof toch wel dan heb je een dingetje. Ja. Dan moet je allerlei maatregelen gaan bedenken om toch veel tulpen te laten zien. Ja, want wat doe je dan? Want je gaat toch open en die mensen hebben al geboekt. Dan halen we uit de kassen heel veel bloemen. We hebben hele goede relaties die dan zorgen dat wij op bakken en potten heel veel bloemen in het park kunnen laten zien.
Maar we hebben ook een drietal grote gebouwen, paviljoens waar we binnenshows hebben. Dus als je bij ons komt, zie je altijd een zee aan bloemen. Minimaal 100 soorten tulpen in bloemen. Wat er ook gebeurt. Dat kunnen we wel, maar daar hebben we wel heel veel maatregelen genomen om dat nog steviger neer te zetten. Zodat je echt die garantie geeft aan iedereen dat die bloemen ziet. Ja. En het tweede wat we gedaan hebben, is veel meer samenwerken en inspelen op trends in de markt. Ja. Hè, vroeger planten we gewoon heel veel soorten tulpen. Nu maken we hele mooie mengsels in allerlei kleurencombinaties die passen bij de modetrends in de wereld. Werk ook samen met mensen uit de mode-industrie, binnenhuisarchitectuur, om te zorgen dat je die bloemen en planten ook elke keer weer net eventjes anders laat zien. En dan kun je met zoiets standaards als Keukenhof, wat eigenlijk dus elk jaar hetzelfde is, toch ook elk jaar weer een nieuw gezicht laten zien. Zijn jullie er wel eens geweest, de Keukenhof? Ja, zeker. Ik schaam me dood. Ik ben er nooit geweest. Oh, ben. Echt niet. Maar ik wist dat ik vandaag met de directeur een dag. Ik heb, mag ik een vraag stellen? Dus. Jij mag zeker vragen stellen. Ja. Herman Emmink zong vroeger als de lente komt. Tulpen uit Amsterdam. De tulpen komen toch niet uit Nederland? Oorspronkelijk komen ze van verder weg. Maar Nederlanders, dat zijn eigenlijk in de regel best handige mensen. Die tulpen die groeien heel hoog in de bergen. Ze zijn via Turkije naar Nederland gekomen. Ja. En wij hebben dat product vier eeuwen geleden hebben we dat onder onze hoede genomen. Ja, en hebben wij uit al die kleine tulpjes uit de bergen, hebben wij al die hele mooie soorten gemaakt. Ja. En nu denkt de hele wereld dat de tulpen uit Amsterdam komen. Ja, zie je. Maar dat is ook dankzij Herman dus. Dat scheelt minstens 400.000 kijkers. Het leuke is, het is dat je dit nummer noemt. Dat komt zo terug. Want een van die dingen waardoor we Keukenhof nieuwer en leuker neerzetten is bijvoorbeeld, we gaan een heel groot concert organiseren dit voorjaar. Dat gaat eindigen met dit nummer. Uiteraard. Tulpen uit Amsterdam. Want het is stiekem. Ik ben nog vrij, dus. Ik ga je sowieso uitnodigen in Keukenhof. Laten we dat even kaartjes uitwisselen zo meteen. Langzaam eens komt. Ja. Als je dit zo vertelt, hè, je zegt het dus eigenlijk elk jaar anders. Ja. En we hebben elk jaar maken we er weer iets moois van. Dan is eigenlijk dat van die 1,4 miljoen bezoekers dat dan 1 miljoen uit het buitenland komt. Dat is eigenlijk een beetje zonde. Want je zou ook zo 1 miljoen Nederlanders elk jaar kunnen hebben, toch? Nou, kijk, er komen er zoveel uit het buitenland dat je denkt dat er weinig Nederlanders komen. Maar als je even realiseert dat er 250.000 Nederlanders in 8 weken tijd naar Keukenhof komen, zijn dat er gelukkig wel heel veel. Ja, dat is wel heel veel. Maar zo her en der tref je er nog één. Ja. Die nog nooit geweest is. En die moeten we dan in de heropvoeding doen. Dus gaan we proberen of we hem toch een beetje bloemen-minded kunnen maken. Fris, dat is toch hetzelfde als met de walletjes in Amsterdam? Daar ben je ook nog nooit geweest. Een rare opening. Een neusje dat was de allereerste keer dat ik jou luister dan. Dat is toch ook waar dat het hele zwart is van de buitenlanders? Ja, veel meer dan Nederland. Ja, tuurlijk. Dat is zo. Ja, maar je ziet het net zelf ook al. 8 weken tijd. Toen ik van de week aan mensen vertelde van de Keukenhof is wel open, de directeur zit in de show. Zeiden ze, bijna iedereen had dezelfde vraag. Waarom is het zo kort open? Het is simpel, omdat de tulpen 8 weken bloeien. De Bollenstreek is het mooiste stukje van de wereld. 8 weken per jaar. Ja. Daar staan alle velden in bloei. De Hyacinthevelden staan op dit moment al in bloei. Als je niet door de streken rijdt bij ons, het is echt een plaatje. Ja. Maar over een paar weken zijn al die bloemen uitgebloeid. En dan is het niet meer zo uniek als dat het nu is. Als Keukenhof open is, dan zijn we echt uniek in de wereld. Ja. De rest van het jaar zijn we gewoon een mooi park. Ja. En we hebben ervoor gekozen om te zorgen. En dat is ook gewoon toegankelijk, toch? Het bloemententoonstellingstuk niet. Het stuk waar het kasteel staat, het landgoed, is jaar rond toegankelijk. Maar de bloemententoonstelling hebben we ook echt die 10 maanden nodig met zwaar materieel en hard werk om te zorgen dat het er volgend jaar weer netjes uitziet. We hebben echt 10 maanden voorbereiding nodig om 1 Keukenhof te maken. Alles gaat eruit, want we willen nieuwe ontwerpen hebben. We willen nieuwe designs laten zien. Dus alle bollen gaan eruit, vaste planten eruit. Alles moet er opnieuw in. Ja. Hoeveel mensen werken er? We werken met een vast team van 50 mensen, maar op dit moment hebben we een team van 1300 mensen aan het werk. Dat is in die 8 weken in ieder geval. Dus in die 8 weken hebben we een totaal team van 1300 mensen, allemaal seizoenskrachten, die samen met ons het mooiste lentepark van de wereld maken. En de hele wereld komt, daar zijn we ontzettend trots op. En dat is allemaal de combinatie van de tulpen. Je noemde net Amsterdam, maar ook het feit dat Amsterdam en de Keukenhof zo dicht bij elkaar liggen. Die typische Hollandse plaatjes, de molens, de grachten van Amsterdam, het Rijksmuseum en Keukenhof. Allemaal afstanden van niks natuurlijk. Komen mensen gewoon vanuit de hele wereld naar kijken. Ja. Dat is echt een ontzettend mooi stukje. Is dat ook waar je het meest trots op bent?
Ja, ik denk dat het feit dat we met al die partners samen hier zoveel mensen uit de hele wereld kunnen laten zien hoe mooi Holland is. Ja. Dat is wel iets heel moois om daaraan bij te dragen. Ja. En je zei net al iets over een concert. Is dat ook in het kader van 70 jaar? Ja, doen we ook weer elk jaar wat nieuws bedenken. Ja. En muziek en bloemen gaan natuurlijk prima samen. Nou, ik denk dat ik hier een warme pleitbezorger in ben. Maar wij gaan dit jaar samen met een aantal organisaties gaan we een heel mooi voorjaarsconcert geven. Dan maken we een hele mooie combinatie van het kasteelterrein met de bloemententoonstelling. En wie komt er optreden? Ellen Clark, Karin Bloemen, Bloemen Roza is wel, Karel Kraaijhoff. iedereen met deels bekende nummers, maar ook met wat nieuwe nummers. Dat wordt opgenomen bij ons in het park en vervolgens s'avonds op televisie een aantal dagen later in de weekend uitgezonden. Als je toch een keer wil. Oké, okay, we praten daarna even. Ja. We gaan daarna wel even praten. Tulp uit Amsterdam is in ieder geval het slotstuk van dat concert. Ja, je kent Ben uit zijn hoofd. Ik kan dus ook als tulp opkomen. Ja, we hebben al 3,5 miljoen tulpen staan. Dus, okay, maar het is een hele leven met tulpen. Is een tulpenpakker. Best wel een bij dan, toch? We bedenken wel een leuke taak voor je. En de laatste vraag, wat is de toekomst? Ja, de toekomst, eigenlijk is het een beetje saai om dat te zeggen, maar 70 jaar doen we hetzelfde. Dat willen we vooral blijven doen. Ja. Dus dat lijkt heel saai, maar dat is natuurlijk niet zo. We moeten elk jaar weer nieuwe dingen bedenken. Nu gaan we dus wat meer een wat groter concert, wat we elk jaar terug willen laten komen, aan ons koppelen. En zo denken we de komende jaren elke keer weer nieuwe dingen te koppelen aan Keukenhof en de tulpen en de bloemenvelden. Zodat ook echt alle leeftijden en alle culturen zich aangesproken blijven voelen. Het is ook leuk om te zien dat je bij ons steeds meer jongeren ziet op het park en in het park. Dus het begint echt een park te worden voor families en voor iedereen. En daar zijn we wel erg trots op dat dat al gekomen is tot waar we vandaag zijn. Maar dat willen we de komende jaren graag verder gaan ontwikkelen samen met heel veel partijen om ons heen. Dus de uitdaging is groot. Ja. Robert, ik zei al, je bent organisatieadviseur ook. Ja, en ik zie je knikken. Goed plan? Ja, ik denk dat het wel klopt wat hij aan tafel zegt. Gelukkig maar. Ik maak hem al zorgen. Dat was close call. Ja, heel goed. Talking About, Robert van Oorschot. Je hebt een boek geschreven en dat heet Droog. Ja. En de ondertitel is: de in 1923 ingestelde droogleggingswet zorgt voor onrust in Amsterdam. Nou, dat klinkt al meteen lekker spannend. Ja. Waar gaat het precies over? Ja, de ondertitel zegt het in die zin al en de titel zelf ook. De drooglegging in Nederland in de jaren 20, zoals dat in Amerika heeft plaatsgevonden. Vindt ook plaats in Nederland. En eigenlijk is dat het decor voor een spannende misdaadroman. Ja, maar het zijn eigenlijk verschillende verhalen die door elkaar heen lopen. Ja, zeker. De drooglegging is eigenlijk het decor. Dus het feit dat er geen alcohol of een verbod op alcohol is. Maar die kon tot stand komen in een uitruil met de Olympische Spelen die in 1928 in Amsterdam waren. En in ruil voor de Spelen in Amsterdam kregen de bestuurders in Den Haag de drooglegging. Ja. Maar is dat nou echt gebeurd? Nee. Nee? Dat is helemaal niet echt gebeurd. De Olympische Spelen wel, maar de drooglegging niet. Nee, precies. Nee. Ja. Dus dat is fictief? Ja, het is eigenlijk 80% fictie en of 80% non-fictie en 20% non-fictie. Ja, tegelijkertijd weten we die drooglegging in de Verenigde Staten was natuurlijk wel. Daar zouden we heel veel boeken over geschreven, heel veel films over gemaakt, over smokkelen, over maffia, noem het allemaal maar op. Ja. Wanneer heb jij bedacht, ik ga dat gegeven naar Nederland halen? Ja, dat kwam omdat ik ben redelijk gefascineerd door die ontwikkeling in dat land, in Amerika. En daar is eigenlijk de hele penose in Amerika is daaruit voortgekomen, de maffia, zoals de maffia daar heet. En het heeft enorme impact gehad op de maatschappij daar. De drooglegging is in die zin echt heel slecht geweest voor de Amerikaanse samenleving. Ja. En ik had een boek gelezen van een Amerikaanse thriller-auteur. En toen ik dat uit had, dacht ik van, hoe gaaf zou het zijn als, of hoe gaaf, hoe, wat zou er gebeurd zijn als dit ook in Nederland was, een drooglegging? En toen ben ik gaan fantaseren en toen bleek eigenlijk geschiedkundig het ook wel gekund te kunnen hebben, ja. Sociaal-economisch waren eigenlijk alle factoren aanwezig om een drooglegging te laten plaatsvinden. Want beschrijf even, hoe was het in Nederland? Hoe bedoel je? We hadden geen drooglegging. Nee, er was geen drooglegging. Maar het was net na de Eerste Wereldoorlog. Die heeft enorm veel impact gehad. Nederland was wel neutraal in die tijd. Maar ook verstoken van allerlei middelen. Omdat er gewoon een grote buffer was tussen de geallieerden en de Duitsers. Dus Nederland had het echt heel erg zwaar.
Toen is ook het eerste idee ontstaan om de Olympische Spelen naar Amsterdam te halen. Ja. Maar ja, het leven was echt heel slecht. De romantische plaatjes die je kent van de Jordaan bijvoorbeeld, die waren toen niet van toepassing. Dat was armoe. Allemaal krotten, wijken, mensen leefden echt onder erbarmelijke omstandigheden. En toen vadertje lief drinkt niet meer, ook uit jouw tijd, denk ik. Je bent over mijn vader. Jouw opa. Nee, die tijd kreeg je loon en dan ging je naar de kroeg. Dat was het angstbeeld. En, dus was en daar werd de helft van het loon alweer opgezopen. Opgezopen. En daar ontstond dus eigenlijk een hele beweging van anti-alcohol partijen. En ook in de politieke partijen die er toen waren, die hadden dat hoog in het vaandel staan. Maar het is uiteindelijk nooit gebeurd. Nee. Maar in mijn boek wel. Ja, maar in jouw boek wel. Dat beschrijf je er ook. Dus, maar het is heel mooi, omdat je beschrijft het zo dat het net is alsof het echt... alsof het wel echt gebeurd is. Alsof het gewoon een boek is wat gaat over die tijd. Ja, ik vond het ook... toen ik het idee had, dan heb je een idee en dan ga je uitzoeken van... wat had het gebeurd kunnen zijn? En dan kom je achter allerlei details dat je denkt van... wow. Het had zomaar kunnen gebeuren. En toen heb ik er ook wel een sport van gemaakt om heel dicht bij de werkelijkheid te blijven. Ja. Dus ik heb... Ik vond bijvoorbeeld grappig, ik had nog nooit ervan gehoord. Weten jullie, als je van beroep poorder bent, weet je dan wat je bent? Het klinkt niet goed. Nee, dat is het, ik heb het wel geweten. Is het niet wakker maken? Juist. Hey, heel goed. Hè? Heel goed. Ja. Wakker poorder. Ja. 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 Nee, dat was... Doe ik elke ochtend. Ja, jezelf wakker worden. Nee, ik kwam een figuur tegen en ik had zelf ook nooit van de poorder gehoord. Ja. En die heette Ome Jan de Poorder. En die gaat gewoon met lange stokken langs de huizen. Om ook op de vierde etage, want iedereen woonde natuurlijk op allerlei verdiepingen. En er werd er hard tegen het raam getikt om mensen wakker te maken. En daar kreeg hij dan een paar cent voor per wakker maken beurt. Maar in die tijd kwam ook de wekker als nieuw innovatief middel kwam op. En dat is bedreigend. Bedreigend. De dood voor de poorder geweest. En daarna kreeg je lantaarnpalen. Ja, ja, nou, absoluut. Weer een beroep weg. Ja. Jij komt uit Leiden. Ja. Maar het speelt zich helemaal af in Amsterdam. Ja. En je beschrijft het op een manier dat je echt soms het gevoel krijgt dat je door Amsterdam loopt in die tijd. Ja. Daar moet heel veel voorwerk aan vooraf zijn gegaan. Of hoe werkt dat? Ja, nou ja, ik vind Amsterdam een hele fijne stad om te zijn. Dat heb ik altijd al gehad. Ik ben ook fervent, ik weet niet of het goed is voor de kijkcijfers, maar Ajax-fan. Dus ik kom vaak in Amsterdam, laat ik het zo zeggen. Nee, dat mag. Nee, zolang ze van ADO verliezen, gunnen we zo. Ja, maar goed, het is, ik kom er vaak en ik heb voor de research veel rondgelopen in Amsterdam. Echt ook geprobeerd het op te snuiven wat je daar tegenkomt. En er is natuurlijk heel veel in Amsterdam wat uit die tijd stamt. Maar ik heb ook heel veel hulp gehad met van sites die plattegronden laten zien uit die stad. Dus dan wist ik zeker dat de straten waar ik mijn hoofdpersoon in liet lopen, dat die ook echt daar gelopen kunnen hebben. Ja. En ja, dat was heel erg leuk om dat te doen. Want eerst ging ik er virtueel doorheen en later ging ik dan kijken of hoe het eruit zag. Oké, laten we even, misschien dat je een klein stukje kan voorlezen, zodat iedereen kan horen wat daar van geworden is. Ja, ik ga het dan niet over over Amsterdam in die zin hebben, maar mijn hoofdpersoon... Ajax. Ja, over Ajax. Nee, mijn hoofdpersoon die komt in... Anthony Donkers. Die komt in een bende terecht. Ja. En dat is omdat hij een foute beslissing maakt door een bokswedstrijd opzettelijk te verliezen. Ja. Had hij niet moeten doen. En hij verliest van de beroemdste Rotterdammer. Dan weet jij denk ik wel wie dat is. Destijds? Ja. De beroemdste Rotterdammer en destijds? Ja. Nee. Die in 28 bij de Olympische Spelen goud won? Nee. Dat was Ben Rauw. De kennis is weggezakt. Ja. Sorry. Ik was er net nog niet. Bep van Klaver. Natuurlijk. Goed. Ja. Dus Anthony heeft die wedstrijd verloren en wordt door een bende vastgehouden. In zijn hoofd zat een specht die enthousiast de weg naar buiten zocht. Met zijn hand probeerde Anthony zijn slaap te vinden om de pulserende druk weg te masseren die van binnenuit zijn schedel tijsterde. Maar zijn handen kwamen niet los van de leuning. Onzeker en verward probeerde Anthony het nogmaals, geholpen door flarde herinneringen. De opzet die hij met Johan had bedacht, de uitvoering in de ring en de linkse directe van de kakkelak. Met herinneringen kwam ook zijn reukvermogen terug.
De penetrante lucht van urine en bedompte schimmel drong zijn neusvleugels binnen en deed hem, aangemoedigd door het niet aflatende gehamer van de specht, kokhalzen. Beetje bij beetje kreeg hij ook zijn zicht terug. Langzaam ontdekte hij in de donkere ruimte de contouren van diverse voorwerpen. Links van hem zag hij stapels houten tonnen, de latten bij elkaar gehouden door roestige metalen banden. De ruimte had naar boven afbuigende muren die in het plafond overgingen. Hij hoorde gedreun en gepiep van aankomende en vertrekkende locomotieven. Hij moest zich ergens onder het centraal station bevinden, vastgebonden aan een stoel. Ja. En daarna gaat het niet goed. Daar gaat het niet goed. Daar gaat het niet goed. En erger, ja. Het boek leent zich eigenlijk ook heel erg voor een vervolg. Zijn daar al plannen voor? Ja, ja. Ik heb in mijn hoofd altijd wel een soort trilogie gehad. Oké. En ik ben met de uitgever in gesprek om die ook in te vullen. Dus dat is wel heel goed nieuws voor mij. Dat is heel... En voor de lezer thuis. Ja, ja, leuk. Ja. Maar dan hebben we dus droog en dan krijgen we daarna... Dat zijn nog werktitels. Die hou ik nog even voor me. Ja, ja, oké. Okay. Maar inderdaad, een trilogie. Een trilogie, ja. Oké, okay. En dan uiteindelijk verfilmen? Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, ja. Dus het wordt een nieuwe Godfather. Ja, ja, Godfather, Peaky Blinders, Boardwalk Empire. Het is, en dan op Nederlands bodem, dus misschien ook langs de tulpenvelden. Ik zou sowieso die tulpenvelden en Keukenhof erin schrijven in deel 2. Nou ja, en ik vind ook dat Leiden... Daar maken we afspraken over. Ik vind als geboren getuige Leiden daar, en jij komt ook uit Leiden, dat Leiden hoort er ook wel in. Dan. Ja, Leiden komt er zeker in. En ik heb bijvoorbeeld Goede Mie, die ken je vast. Ja. Die zit er ook in, maar dan onder een andere naam. Ja. Wij gaan naar de laatste vraag. Die is elke week hetzelfde. Die is voor iedereen hetzelfde. Namelijk de vraag: wat staat er aankomende week bij jullie in de agenda? Iets waar je naar uitkijkt. Iets wat er zeker niet uit mag. Ben. Mag het iets later zijn? Iets later mag ook. Kijk, we zitten nu maar. 23 april. 23 april? Ja. Wat is er op 23 april? Dan krijg ik mijn AOW. Dan krijg je AOW, joh. Je hebt hem net binnen. Ja. Je zal hem is hij al erop? Dan moet jij nog een tijdje wachten. Ja. 30 jaar nog. Grapje, maar 23 april. Het is een leuke datum, toch? Ja, nee, zo aftellen. Goed, dankjewel. Nee, ik snap hem. En over april gesproken, 23 april. Je bent 27 april, sta je in Voorburg. Optreden? Oh ja, bij onze goede vriend, mag ik dat zeggen? Ja? Frits Wester. Ja? Ja, goede kennis van mij. Café Het Torentje. Die gevraagd heeft aan mij of ik daar acte de présence wilde geven op Koningsdag. Kijk, dat is toch leuk. Veel plezier, 's middags om 5 uur. Heel goed. Bart, wat staat er bij jou in de agenda? Zal ik hem pakken dan met Bart? Ja. Bart die vindt het heel leuk dat zaterdag de eerste zonnige zaterdag gaat worden van dit jaar. Eerste zonnige, daar verheug ik mij met het hele team enorm op. Dus dat is voor ons iets om nu ons op voor te bereiden. En de tweede van de week hebben wij toch een aantal leuke bijeenkomsten. Onder andere Frans Timmermans komt om een tulp te dopen op het park. Dat vinden wij altijd heel leuk dat er in welke taal? Bekende mensen zijn. Dat zullen we aan hem vragen. Ik denk dat het veel Nederlands wordt, maar je weet maar nooit wat we nog gaan horen. Hij is vele talen machtig. Zo is het, ja. En hij runt natuurlijk voor de Europese verkiezingen. Zeker, zeker. Ja, heel goed. Robert, wat staat er bij jou in de agenda? Twee dingen. Aanstaande maandag viert UVS, voetbalclub in Leiden. Ja, zeker. Het is 105-jarige bestaan, dus dat is altijd een mooi moment. Hebben ze nog steeds blauw-wit gestreept? Ja. Ja, jarenlang ook gevoetbald. Ja. Ja. Op hoog niveau. Heel goed. En in het weekend ga ik met mijn kinderen naar de opvolger van Get Out. Een zwarte, komische thriller. En daar kijk ik ook heel erg naar. Oké. Okay. Ja. En daarna slapen ze de hele week niet? Nou, ze zijn wat ouder, dus dat lukt wel. Maar het is allemaal steeds leuk om te gaan. En ik kijk het meest uit naar donderdagavond, want dan ga ik met mijn goede vriend Dietrich naar ABBA. Ja, ABBA. In het Ahoy in Rotterdam is natuurlijk niet het echte ABBA, helaas, maar het is wel wat lookalikes. En vrijdagavond is in de Melkweg in Amsterdam Amsterdam Calling met allemaal oud-deelnemers aan het Eurovisie Songfestival. Aha. Sta je daar ook, Ben? Aha.
Ja, mijn telefoon ging net af. Het zou kunnen, hoor. Ik reken erop dat je er bent. Volgende week dan ben ik weer hier. Dan bij mij aan tafel de directeur van Europol, Catharina Bolle. Journalist en Amerika-duider en boekenschrijver Sjaal Groenhuizen. En de Haagse volkszanger John West. Dat volgende week. Deze uitzending kunt u terugzien op onze website. En u kunt ons de hele week volgen op social media. Graag tot volgende week. Dag. Frits wordt elke week opgenomen in de studio van TV West. Wil jij ook een aflevering bijwonen? Dat kan. Mail naar frits@omroepwest.nl of bel ons. En wie weet zit jij eerste rang bij Frits.